Renault Antwerpen, de auto's van de stad. Jeugdwerkingen blijven lijnrecht tegenover het stadsbestuur staan in het debat rond de gasboetes. In Gent en Kortrijk willen ze daarom rond de tafel zitten met de jeugdwerkingen. Ik denk dat het altijd een goede zaak is als het beleid wil in dialoog gaan met, uh, met jongeren, met kinderen en jongeren. Uh, in dit geval over de gasconferenties. Denk je dat daar, allez, ik zou een aantal andere suggesties hebben, maar ik denk dat het zeker een goede zaak is dat de politiek met de jongeren wil gaan praten en echt luistert naar de jongeren zelf, naar hun stem, wat zij te zeggen hebben. Het stadsbestuur van Antwerpen wil niet in dialoog treden over de gasreglementering, maar dat betekent niet dat de jeugdwerking daarom bij de pakken blijft zitten. Wat we merken hier in Antwerpen is dat er bij de jongeren toch wel heel wat. Um, Oh ja, soms onduidelijkheid en daardoor ook wel frustratie levert over de reglementen die worden gehanteerd. Dus een breed overleg over de politiecodex. Daar zijn wij zeker vragende partij voor, maar het kan evengoed op kleinere schaal, bijvoorbeeld wijkagenten die regelmatig is met jongeren in overleg gaan over treilen en zeilen in hun buurt. Ik denk dat dat heel constructieve dingen zijn, waarin dat politie en jongeren, want het is die relatie dat we willen verbeteren, waarin dat die met elkaar in dialoog kunnen gaan. De jeugdwerking hoopt alsnog het gesprek te kunnen aangaan met het Antwerpse stadsbestuur.